Hi, ja, welkom op het plein. Het plein van de revolutie. Dat wordt in ieder geval de nieuwe naam van dit plein. Als je net inlogt, deel, share, like, maak er een videoparty van. We hebben een paar sprekers vandaag die jullie wat dingen zullen vertellen. Over bijvoorbeeld de arrestaties die gisteren zijn verricht tijdens de... spontane mars, spontaan protest. Kijk of het lukt om het te posten op andere social media. Gisteren was er voor de tweede dag op rij een protest. En dat is bruut verstoord door een charge van de politie, waar Jeroen Pols dadelijk meer over gaat vertellen. Hij is inmiddels vrij. Hij is bijna 12 uur vastgehouden door de politie. Wat erg opmerkelijk is. Hij zal er dadelijk meer over vertellen. We staan nu op het plein. Dit is niet direct een oproep om hier nu naartoe te komen. Maar Morrie heeft dadelijk wel een paar woorden in de lijn van Frank Rusink om wel in actie te komen. Ik heb gisteren een interessant gesprek gehad met een arts uit de Verenigde Staten. Die kon mij vertellen dat het weer goed gaat met president Trump. Hij heeft op de voet gevolgd. Dat interview komt vanavond online. Kijk of je dat ook weer kan delen en kan liken. We merken namelijk dat de censuur op social media steeds groter wordt. En het is heel belangrijk dat je dit deelt, omdat het via de algoritmes wordt geknepen. Oké, we gaan toch eventjes over naar Jeroen Pols. Jeroen Pols, een van de oprichters van Virus Waarheid, wil even vertellen wat er gisteren allemaal plaatsvond. Nou, ik ben net vrij, nog een beetje moe. Het is oncomfortabel in de politiecel. Ik ben bijna 13 uur vastgehouden. Gisteren heb ik even mijn gezicht laten zien hier op het plein. We hebben een mooi rondje gelopen. Nadat ze het plein begonnen te vegen. Daarna zijn we hier met wat andere mensen nog een koffie gaan drinken en nog even nagepraat. En toen begon de politie een soort manhunt. Iedereen waarvan gedacht werd dat hij bij de demonstratie aanwezig was geweest, werd door politie achterna gezeten en bij elkaar gedreven. Ik zat met Frank Rusink wat te drinken. En op een gegeven moment was Frank Rusink even weg. En ik denk, die blijft toch wel heel erg lang weg. Terwijl ondertussen die bussen volgeladen werden van de politie. Ik dacht van, oh jee, hij zal toch niet ook al meegenomen zijn. Ik ben even gaan kijken en ben tegelijk gaan filmen. Maar ik stond op een flinke afstand. En toen schreeuwde van de overkant een meneer met een uniform aan. En die schreeuwde, wegwezen! Of moeten we jou ook meenemen? Ik zeg, nou, goed bezig. En voordat ik het wist, renden een paar politiemensen op me af en sleepten me naar de auto. Zetten mijn handen eerst tegen de wagen, gefouilleerd, daarna in de boeien. En met een hele hoop anderen zijn we afgevoerd naar het politiebureau. Daar ben ik 13 uur vastgehouden. Dit laat zien waar we naartoe gaan. Want vanavond wordt over de spoedwet gestemd. In ieder geval gedebatteerd. Stemmen zal misschien dinsdag zijn, maar... Ja, het blijft constant vaag, maar laat het steeds in het midden wanneer precies gestemd wordt. Die agenda die verandert steeds. Goed, in ieder geval een debat. Ik hoor net dat het niet zeker is of er al gestemd wordt. Maar dit soort dingen, demonstraties, waarbij iedereen als vee bij elkaar gedreven wordt... Waarbij iedereen vastgezet wordt, alleen maar omdat ze een grondrecht uitoefenen. Je hebt namelijk het grondrecht van betoging. Zelfs als een betoging niet is aangemeld, heb je het recht om te betogen. De politie mag nooit een betoging die vreedzaam is, mag daar ingrijpen. Dat is internationaal is dat zo geregeld in verdragen. Kijk maar eens op de website van Amnesty International, daar kan je lezen hoe werkt dat met demonstraties. Wat de politie de afgelopen maanden doet, kan echt niet. Men probeert op alle manieren te voorkomen dat er betoogd wordt. Ik begrijp dat ook wel. Want op deze manier probeert men mensen te intimideren en te zorgen dat het animo voor betogingen vooral heel klein blijft. En we hebben eergisteren gezien dat er een fantastisch mooie bijeenkomst geweest, een mooie wandeling geweest. En men dacht, dat moet niet gebeuren dat dit gaat groeien. Dus we gaan de volgende dag iedereen aanhouden. Die we maar kunnen en
Dat heb ik ook gezien. Ik stond vanmorgen met 10 anderen weer buiten. Maar dit laat zien hoe belangrijk het is dat we alles doen om te voorkomen dat die wet er komt. Je hoort op dit moment heel veel in de media. Och, er zijn allemaal amendementen zijn er doorgevoerd en die wet is zo mooi aangepast. En het is nu een prachtig mooie wet. Maar feit is, we mogen helemaal niet over die wet spreken. Er is geen enkel aanknopingspunt op dit moment om een noodwet in te voeren. De naam zegt het al, het is noodwetgeving. Een noodwetgeving die breng je tot stand in een noodtoestand. En dat betekent, op het moment dat die noodtoestand zich voordoet, dan maak je een wet. En dat kan heel snel. Daar hebben we ook de middelen voor. Men kan eerst met een ministerieel besluit en dan gelijk een wetsvoorstel indienen. Het idee wat men nu heeft, een soort kaderwet, waarmee men altijd welk grondrecht dan ook kan gaan inperken, puur omdat men het ooit een keer nodig kan hebben, is totaal absurd. Met zo'n wet maak je van een democratische rechtsstaat maak je een dictatuur. En dat is precies waar we nu mee bezig zijn. Kijk naar de jongen, kijk naar Rutte, kijk wat ze de afgelopen 6 maanden gedaan hebben. Hebben ze allemaal met verordeningen gedaan. Nu is het grote verhaal natuurlijk, ja, we moeten van die verordeningen af. Helemaal gelijk, van die verordeningen moeten we af. Maar dat betekent niet dat we het in een wet moeten gaan vastleggen. Want dat is nog veel erger. Mensen, realiseer je wat op je afkomt. Niemand wordt zo meteen gespaard. Denk niet, als ik me nou maar rustig hou en ik hou me aan de regels, dan gaat die bus aan mij voorbij. Ook jij komt aan de beurt. Iedereen. Dus doe je bijdrage. Zorg voor je toekomst dat deze wet er niet komt. Ja, dankjewel Jeroen. Dat laatste stukje over de bus, daar kan ik me goed in vinden. We hebben het gisteren al over Staphorst gehad. Daarvoor waren het de boeren. Daarvoor waren het de voetbalsupporters. Daarvoor waren het de Marokkanen. En tussen alles door waren het sowieso de jongeren. Het blijft doorgaan. Denk echt niet dat je niet aan de beurt komt. Er is 1 garantie bij dit kabinet. Iedereen komt aan de beurt. Oké. We hebben Morrie. Morrie wil ook nog wat dingen zeggen. En vooral mensen oproepen om vooral te activeren. En dat doet hij op persoonlijke titel, maar ook zeker vanuit het persoonlijk verleden. Ja mensen, goedemiddag is het inmiddels al. Nou, heel bizar. Ik hoorde natuurlijk gisteravond het nieuws binnenkomen. Ik kon er gisteravond niet bij zijn. Nou, ik vind altijd als ik roep dat ik ergens heen ga, dan moet ik er ook zijn. En door persoonlijke omstandigheden kon ik niet. Dus ik belde Jeroen en ik zei, Jeroen, wil jij voor mij gaan in de plaats? En Jeroen zei, nou, hij had een hele lange dag in de rechtszaak gehad. Maar hij zei, weet je wat, ik ga toch. Nou, waanzinnig. Hij ging. En uiteindelijk, als je dan hoort dat hij dan ook nog de cel in belandt, dan denk je, shit. Nou, had ik er zeker moeten zijn, want dat was niet de bedoeling dat hij voor mij in die cel ging zitten. Maar zo zie je maar met wat voor willekeur dit gebeurt. Ik heb de beelden gezien. De arrestatie die hij uiteindelijk aan het filmen was. Nou, je gaat de beelden zien de komende dagen. Het is gewoon een jonge dame die op het terrasje zit. Er is niets meer aan de hand. En als je ook het geweld ziet waarmee zo iemand van het terras wordt getrokken. Ik heb wel eens vaker aanhoudingen gezien en er zijn heel veel agenten die dan gewoon op iemand aflopen en zeggen, goh mevrouw, we hebben iets geconstateerd, wilt u meelopen? Met dit publiek zou dat gewoon werken. Op de een of andere manier kiezen ze iets anders, allemaal agenten met mondkapjes. Te bizar voor woorden. Dus Jeroen heeft de hele nacht in de cel gezeten, samen met 12 anderen. Er is, uiteindelijk heb ik ook gehoord dat er toch een jongen in het ziekenhuis is beland. Dus we dachten even dat er geen klappen werden uitgedeeld. Maar er is toch iemand in het ziekenhuis gekomen, moet even kijken hoe dat is gelopen. Dit allemaal vertellende is niet om je bang te maken, oké? Maar het is vooral om je te laten beseffen dat het moment echt hier nu is dat we moeten opstaan. En ik weet dat heel veel mensen maanden geleden tegen mij zeiden, als die spoedwet er komt, dan staan we op. En de laatste week heb ik me echt afgevraagd, wanneer sta jij op? Sta je op als je om... Wat ik er nog aan toe wil voegen. Dit is alleen maar mogelijk allemaal als politie en andere handhavingsdiensten orders blijven opvolgen. Nou heb ik gemerkt tijdens mijn aanhouding en tijdens het nachtje dat ik daar verbracht heb, dat bij de politie speelt er ook wat. De mensen die mij daar verzorgden, die je thee komen brengen, die de fouillering doen, daar waren een aantal bij, die hadden echt moeite ermee. Dat merkte je, ze zeiden het ook, het spijt me ontzettend, het is niet persoonlijk bedoeld, ik begrijp jullie. En je zag aan zijn hele houding dat hij voelde zich ongemakkelijk. Ik heb hem ook gezegd, je moet weten, waar ligt jouw grens? Hoe ver ga je? Want dit kan alleen maar functioneren als mensen blijven doen wat hen opgedragen is.
En natuurlijk ook bij de politie, er zijn twee groepen. Eén groep, die doet het graag. Die vindt het prachtig om meer bevoegdheden, om meer macht te krijgen. Maar ik zie gewoon, er is een grote groep bij de politie. En die zegt, dit gaat ons te ver. En die signalen bereiken ons ook als organisatie. Met politieagenten, die worstelen met hun geweten. Die hebben namelijk een eed afgelegd op de grondwet. En die zeggen, wat moet ik hiermee? Ik krijg nu allemaal opdrachten die gaan zo in tegen die eed die ik heb afgelegd. Ik ben politie geworden om mensen te helpen. Niet om mensen te onderdrukken. En dat is nu wel wat jij moet doen als politie. Dus politiemensen en andere handhavingsdiensten, blijf nadenken wat je doet. Bekijk waar ligt jouw grens. Hoe ver wil jij meegaan? Want uiteindelijk bepalen jullie of dit verder gaat of niet. Dat wou ik toch nog echt even dit beroep op jullie doen. Ja, nou, dat zijn hele duidelijke woorden. Nog even voor de duidelijkheid. Probeer dus niet voor 7 uur te zijn, maar klokslag 7 uur. Om 7 uur moet het plein leeg zijn. En dan 1 seconde over 7, dan moet iedereen hier staan om zijn stem te laten horen. Maar dan vooral door te zwijgen. Want wij zwijgen dit kabinet dood. Ze moeten alleen nog maar weg. We komen in vrede en we komen met liefde. De politie is niet onze vijand. Jeroen heeft er net al heel wat over gezegd. Zij hebben het ook ontzettend moeilijk met de orders die ze krijgen. Dit komt van bovenaf. We hebben sterke aanwijzingen van wie het vandaan komt. En dit moet allemaal boven water. En daarvoor, voordat er ook maar 1 wet wordt aangenomen. Eerst openheid, eerlijkheid, transparantie. Dit moet direct stoppen. Maar wij moeten door blijven gaan. En dat kunnen we doen door met z'n allen vanavond op het plein af te spreken. Klokslag 7 uur. Ik zie jullie daar. Tot ziens.